Zullen we met heel veel rust beginnen. De storm, de nieuwe maan, de retrograde, de steenbok, die in Mars. Drie planeten in vissen, gewoon helemaal. Hoe voel je? En dan hebben we nog de L die vandaag voorbij vliegt, omdat we donkere nachten van de ziel, die hoor ik hier en daar. Sta je ergens in het donker? Druk gewoon het licht aan. Zo moeilijk is het niet. Neem de wijsheid van de L aan. Zoek het op, de totemdier. En wees een L. Kijk in de nacht. En kies voor jezelf. Zie in het donker. Ga tot het donker heen. Veel mensen zijn daar bang voor. Juist door die donker heen te gaan. Kom jij terecht waar je wil zijn. Vraag de L om met je mee te vliegen. Doe dat. Gewoon zeg L, ga je met me mee. Want ik heb dingen te zien in het donker. Zodat ik naar het licht mag reizen. Ik maak heel vaak grapjes, maar vandaag ben ik heel erg serieus over het spirituele zelfmoord. Ik was aan het schudden. De onderste kaarten zijn voor mij ook heel belangrijk. Dat was de onderste kaart. Nou, drie ene met deze krijger samen. En daar wil ik een verhaal over vertellen. Ik vraag je om heel sluw en heel slim te zijn. Al moet je listig, al moet je liegen om vanuit het donker te stappen, vraag ik je dat te doen. Wees niet deze krijger. Lijkt trouwens op Oda hier. Hoi Oda. Dit is eigenlijk een hele mooie kaart als je dat ziet. Maar dit is een kaart die een persoon die een zwaard draagt. En die wil eigenlijk oorlog voeren met anderen. Ik vraag jou samen met deze en deze. Ga de donkere nacht van de ziel in. Ga desnoods de bos in. Maar dan bij jou is het je slaapkamer in je huis. Doe net als de Japanners. Visualiseer dat mooie zwaard van de krijger. Van de lumineuze krijger. Visualiseer die zwaard. En doe hem door de chi. En begin opnieuw. Blanco. Met een compleet even een nieuwe aura, weet ik veel. Een nieuwe gedachte, een nieuwe weten, een nieuwe gevoel. Begin echt opnieuw. Desnoods visualiseer dat je jezelf hebt begraven. En dat je echt uit een kist stapt. En dat je opnieuw gaat beginnen. Want deze vissen zijn, het is zo diepe gevoelens. Na 10 maart ga je het beter begrijpen. Het is heel heftig. Heel heftig. Luister je naar je emotie die diep daarachter zit. Soms zijn het heel donker, maar dat is jouw waarheid. Dat je denkt, waarom moet ik nooit meer bellen of hem? Lijkt donker, maar het is wel een van de beste keuzes die je mag maken. Voor vrijheid. Transform for better days. Vandaag de zon, nog steeds in de vis. De maan, ook in de vis. Weet je wat dat inhoudt? Ik zeg gewoon luister naar de geesten thuis. Blijf thuis. Blijf thuis. Want ineens opeens gebeuren allerlei dingen in de vis. Zo zie je maar hoe vissen zijn. Die denken compleet anders. Ze zijn ook de zalm. Ze zijn de enige vissen die tegen de stroom mee vissen. Zo noem ik ze eigenlijk. Ze heten vissen, maar ik noem ze zalms. New direction. Gewoon, ga opnieuw bekijken. Ga de andere kant op. Alsjeblieft, ga allemaal aan de andere kant, want het zit er zoveel donkere daar. Zorg voor een rustige sfeer. Treed niet te veel naar buiten. Ja, maar ik voel het in mijn hart gewoon. Het is echt die ontwaking naar deze nieuwe maan, of die nog aankomen gaat deze week. Het is echt allemaal voor jouw toekomst. Alles wat je daar ziet in het donker of zo, bouw in het licht, klopt. Maar geloof je het, want dat is de magie. Kijk je naar Walt Disney, ik doe dat. Dan geloof je dat wel. Ik zie je moet oude, ik heb het opgeschreven, oude zaken opruimen. Dan mag je door, weet je hoe je dat kan doen? Gewoon thuis hardop lullen tegen de geesten, wat ik net al zei, dat doe ik. Laat me zien, of doe je, ik wil het niet meer. Zeg gewoon ook, want ik zag een paar dagen geleden bij Rashida dat sommige mensen ook spiritueel worden belaagd. Zeg keihard nee, want haar kaart kwam eruit. Nee, laat niemand meer in jouw aura of in jouw wat jouw onrust brengt, vooral in deze vissen seizoen. Ga jouw droom naar de aarde brengen. Ga dromen en visualiseren zonder illusies. En breng dat allemaal op. En zeg vooral nee tegen exen, heb ik hier zo geschreven. Nee tegen oude vrienden die toen jou al pijn hebben gedaan. En die opnieuw willen beginnen. Sommigen verdienen een tweede kans, want dat ervaar ik nu. Een tweede kans is geweldig. Maar mijn moeder heeft me ooit geleerd als je met een persoon steeds in de botsing krijgt. Dat zij zijn kindje iets zo moois tegen. Maar ik ga het niet meer goed maken met een ander. Zodat ik ook niet meer hoef ruzie te maken met een ander. Dan blijft het gewoon zo. Hoeven we niet hoef te maken, maar dan hoeven we ook niet ruzie te maken.
Neem het mee. Dat vond ik een hele verstandige van mijn moeder. Die donkere dagen. Het is heel koud buiten. 2 vijven. Gewoon even. Ik denk dat je maar blijf zeggen. Lul tegen de geesten. Lul tegen jezelf. Lul tegen de vos. Lul tegen die krijger in jou. En begin opnieuw. Maar laat mensen voor nu. Want we zijn allemaal een beetje verward. En sommigen die niet verward zijn. Die komen verward over voor jou. Omdat jij een beetje nog aan het zoeken bent. Dus praat tegen die zalm in jou. Die de andere kant op moet. Vraag hem voor die new directions. En ga die chi. De chi. Doe dat met je zwaard. Goed, we gaan naar de kaart. Dat was wel een goede intro. Let's go. Even kijken. Maandag, dinsdag. Samen. Wauw. Wauw. Daar is waar ik het over had. Woensdag, donderdag. Wauw. Dan gaan we naar het weekend. Heerlijk als je in je kluisje blijft en je wordt niet geprikkeld. Dan komen mijn kaarten ook veel leuker uit. Omdat ik zo dicht bij mezelf kan blijven. Het koren doekoe, nieuw begin, maiskolf. Hoe? Voor de meeste mensen die het niet weten. Als je maiskorrels raadt, dan kun je ook heel veel centjes aantrekken. Het is goed voor de overvloed. Dat heb ik, maiskorrels. In mijn portemonnee. Doei. Kijk dan. Na de... Hebben we dan echt de vos gehad, komt die slang eruit. Zie hun in de donker. Kijk. Even zo doen. Kijk naar die slang. Kijk. En laat het gaan. En buiten dat, de slang is nu ook die kundalini die in de beweging is. Twee kanten. Jij weet zelf waar het staat. Is er een slang? Zie dat. En maak de juiste keuzes. Zie jij de levenslang, de kundalini? Zie jij de activiteit? Zie jij de groei in jezelf? Kijk ernaar en luister naar dat stemmetje. Volg die op. Kijk, woensdag, 1 keer. Donderdag, kijk dan. Naar binnen. Ga luisteren naar jezelf. Wat zegt je hart? Wat zegt je oren? Wat zegt je ogen? Klinkt heel gek hoe ik het vertel, maar ga daarnaar kijken. Of desnoods, kijk in de spiegel heel lang en kijk naar jezelf. In je ogen. En zie de ware jij. Doe dan desnoods de spiegelritueel. Ga voor een spiegel zitten en kijk naar jezelf. Dan zou je dingen van jezelf zien wat je weg mag gooien. En je zou ook het schoonheid zien. En kijk eens. Want dat is wat jij bent. Licht. Je bent alleen maar nu door de donkere nachten van de ziel aan het gaan. Voor sommigen. En voor sommigen is dit achter de rug. Alleluia, prijs de Heer. Jij bent licht. Sta in het licht en schijn jouw licht. Maar laat de vos, de slangen, en als je dat zelf bent, want dat heb je ook, hè, van mensen die heel de dag tegen hunzelf liegen en anderen, illusies dragen, kap ermee. Het gaat je nergens brengen. Want zoals ik al zeg, we zijn met z'n allen wakker geworden. We zijn met alles wakker geworden. Iedereen ziet iets van elkaar, hè? Heel duidelijk. Iedereen, sowieso na deze nieuwe maan, die spirituele ontwaking, waar je mee vandaag wakker bent geworden en een weekend, die hoge punten, dat je denkt, wat voel ik nou, wat ervaar ik nou? Plus mijn liefdeskaart van de tweelingziel, want daar moeten we naartoe gaan om samen te werken met de juiste mensen. Hebben jullie de les al geleerd met wie je moet samenwerken en waar je naartoe moet? Zo niet, is allemaal onderweg. En zowel dat je dat allemaal gelooft. Degene of geloof die shit. Geloof het zoals Maya Angelou zegt. When people show you who they are, believe them. Zeg maar. Echt waar. Dat heb ik hier nog mee geschreven. In een weekend, richting na dinsdag. Het is een shift, hoge energie. Rond donderdag heb je weer die oh of ah momenten. Kijk, 2 negens tot een voltoeing kom je. En na de weekend zitten er dan de manen in de stier. Je kan 2 kanten op. Instabiel zijn door triggers of juist heel erg in balans door de hartverlangen te volgen. Voor het verschil heb ik hier geschreven. Sommige mensen hebben zoveel emoties, net als een baby dat kan. Weet je wel, zoveel emoties in 1 minuut. Fix dat. Zo'n rollercoaster, dat is die retrograde. Praat erover of ga in therapie. En het beste wat ik je mee kan geven is aarden. Om jezelf te kalmeren. Ga aarden. Ga wandelen in de regen in het bos.
in natuur edelstenen, salie, scrub en mediteer. Mediteer, mediteer, mediteer. Kijk in de spiegel en mediteer, mediteer, mediteer. Almali niest, dus de hoogste waarheid. En ik heb de ray light voor jullie aangedaan, de purple light. Is dat de vlam? Saint-Germain flame. Visualiseer het allemaal, die zie je. En pak dat licht en neem het mee, zet het in je vortex en begin opnieuw. Neem het van mij mee. Ja, met de kaars, doe het. Kalmeer jezelf en vooral je hoofd. Want dat zijn vissen in het dromenland. Kalmeer, kalmeer. En vergeet niet, die dromen die je krijgt nu. Sommige zijn echt waar, hè? Heel helder. Die dromen s'nachts. Schrijf ze op. Kijk naar de kleuren. Is het zwart-wit en heb je het verwerkt, zeg ik net tegen mensen. Heeft het kleur? Ga dat allemaal googlen, want dat is een duidelijke boodschap. Want de L die vliegt voorbij en die geeft ook dromen mee. Let's go to the Cupido. Naar de liefde. Let's go. Let's go. De liefde. Wat hoor ik? De liefde is nog niet zo, het is niet zo simpel in deze periode. Oeh, ik moet boeren. Even luisteren hoor. Sorry. Ik ga er helemaal in. De liefde is wel heftig nu. Zo. Ego. In de liefde. Wetend dat je terug moet of wetend dat je daar moet blijven. En weten dat je weg moet zijn en het niet doen. Drie manieren. Dus de driehoek. Luister naar het hart. Waarom zou je jezelf tekort doen? En laatst had ik met mensen erover. Ja, waarom zou ik hem of haar een kans geven? No, wil ik bijna iets zeggen. No, nee, no, no. Het werkt niet zo. Je geeft jezelf een kans. Denk niet aan de ander, want het draait nooit om de ander. Geef jezelf de kans dat iemand van jou houdt en dat jij van de andere gaat. It's all about you. Een andere kans geven. Blijf heel lang staan. Goed, verliefd. Wauw, het is een verhaal. Single. Diep. Sorry jongens, ik voel het bij de liefde wel heel heftig. Het is heel diep. En dan de relatie. Dus dan de verhaal. Die krijgt dan weer een kaart. De onderste kaart. Zie je, hij is bezig met de liefde. Het valt zo. Ja, ja, de liefde. Ze zijn bezig. Zijn aan het fixen. Maar dat doe je pas wanneer ze ontvangen. Dan schieten ze de pijl. En die pijl die ze nu dan schiet op jou om mensen te haten of afstand te nemen. Dan klopt het ook. Dat je daar afstand van moet nemen. Dat je daar niet moet zijn. Zodat je de nieuwe liefde mag ontvangen. Want zie je dat? Hij is aan het werk. Relatie. Dit vind ik heel leuk om te zien. Zijn mensen aan het uitpraten met elkaar? Begin je op nu? Heb je al zelfmoord gepleegd? En ook sommigen moet je ook gewoon je partner. Grapje, niet letterlijk, hè? Kijk uit, niet letterlijk, het is spiritueel. Lees. Is aan het groeien. Dat 2/13 in balans gaat het komen. Als je voor elkaar hebt gekozen, met de volle hart, en je wil de reis samen maken, er is altijd een oplossing. Er is altijd ergens een lichtpuntje. Dus er is altijd eentje die volwassen blijft, die dus zijn mond dicht houdt, zoals ik wel zeg, of die ruimte in uitloopt en niet in therapie gaat. En dat laat het groeien. Kijk hoe mooi met dat tasje en dat bloemetje in de hart onderweg naar de ander. Weet je wat zij doen? Zij geven haarzelf de kans. Mensen die in een relatie zitten, het gaat niet om de partner. Geef jezelf de kans dat jouw partner dat van je mag doen en andersom. Groei samen in de naam der liefde. Dit vind ik zo mooi. Het voelt ook heel fijn. Dat je in je eentje beslist om samen die reis te maken. En daarna beslist die ene dat ook. En daarna beslis je samen. En dan kies je voor elkaar. En dan kies jij voor hem en hij kiest voor jou. En dan kies jullie voor elkaar. Oh, wauw, wauw. Ik ben romantisch. Ik ga van romantiek. Hè? Mijn weegschaal in mijn Venus. Ha. De single, of liefd. Kijk. Oh, dit zijn de singles. Kijk dan, je brievenbus, heb je hem al gelegd? Ik had het al een paar weken geleden gezegd, hè? Maak je brievenbus leeg. En dat heeft te maken met die mensen in je energie, waar je niet mee moet reizen. Als jij echt liefde wil aantrekken, moet je heel je energie cleansen. Want als jouw soulmate, hè, voor mij is het soulmate, geen tweelingziel, voelt dat nog een blokkade in je energie, al kunnen ze dat, al zijn ze niet heel spiritueel als je denkt, maar ze kunnen dat wel voelen van nog niet. Of iets in hun
Clean jezelf. Maak het helemaal schoon, zodat hij dat post mag komen brengen. Zoals ik al zei, die brievenbus leeg. Kijk, en in de tussentijd ben je lekker je eigen ding aan het doen. Vraag dat gewoon lekker voor je. Dan je beschermt jezelf. Zelfliefde, onderweg, gericht, heeft een bestemming voor jezelf. En dan krijg jij die cadeau. Wauw. En dan kijken we die verliefde mensen doen zijn. Wauw. Kijk. Nieuws komt eraan, daarom zeg ik. Kijk, de vissen die houden daarvan. Nieuws komt eraan, we gaan ze maar samen doen. Hoe leuk. Voor de verliefde mensen, kijk dan. Ook onderweg. Ook onderweg. Heel leuk. Nieuws is onderweg. En Cupido die support het, hè. Datgene wat jij wilt. Datgene wie jij voelt dat bij jou hoort. Ik blijf het zeggen. Ga niet voor tweelingzielen. Ik wil niet met iemand gaan die op mij lijkt. Alleen maar qua uiterlijk. Maar niet in karakter. Want dat geeft veel. Plus en plus wordt min. Ik wil gewoon een soulmate. Zoals ik al zeg. Die al les heb geleerd van zijn tweelingziel. En dat we samen kunnen reizen. Dat mooie partnerschap. Dat diepe. Dat verbinding. Dat echte. Met tweelingzielen ga je zelfs concurreren in huis. Dat, echt waar. Tweelingzielen concurreren ook. Dus. Het is onderweg. Het moment dat jij voor jezelf kiest en jezelf, zoals ik al net zei, om jezelf een kans te geven in de naam der liefde. Ja, Cupido is volop aan het werk. En ook om degene los te laten, geloof me. Dan zeg ik even twee pijlen. Eentje om die andere los te laten en de andere om aan te trekken. Maar maak overal om je heen schoon. Oké, tot woensdag. Kies een kaart en donderdag ga ik weer lekker kletsen. Neem de paarse licht mee. In je vortex. Vergeet die kaarsen niet. Vergeet die kaarsen niet. Ma, I'm a soldier of love. Dikke doei doei.